gaan verder met dissimulatie, met verbranding. Wat hebben we tot nu toe verbrand? We hebben voornamelijk glucose verbrand. We hebben glucose met zuurstof verbrand. We hebben glucose zonder zuurstof verbrand. Maar zoals jullie ook waarschijnlijk al weten, is dat je kan ook andere dingen verbranden in je cel dan alleen maar glucose. Je kan ook vet verbranden, je kan ook eiwitten verbranden. Kort filmpje maar, om je te laten zien hoe dat gebeurt. Hierboven staat hè, glucose, pyruvaat. En dat wordt op een gegeven moment hier in de mitochondrium wordt het een C2-molecuul, wat acetyl heet, komt NADH bij vrij, komt CO2 bij vrij. En coenzym A helpt dat acetyl in die citroenzuurcyclus. Eigenlijk gebeurt precies hetzelfde als je vet gaat verbranden. Dan zie je hier zie je een vetzuur. Ja, bestaat uit een hele lange koolstofketen met een carboxylgroep aan het einde, een zuurgroep en een glycerolketen die ik niet getekend heb hier helemaal onderaan. Maar in groepen van twee C's wordt dit door enzymen in het cytoplasma afgebroken. Als acetyl wordt het hier naar binnen in dat mitochondrium vervoerd en wordt het coenzym A, net als acetyl wat van de suiker komt, hier in de citroenzuurcyclus ingebouwd. Dat zijn dus vetten. Die eiwitten die bestaan uit een aminozuur. En je ziet hier de aminogroep. En aan het eind zou de zuurgroep moeten zitten, maar die is door deze esterverbinding is natuurlijk vervallen. Ik zou er een H bij moeten zetten. Dit is natuurlijk het OH zitten, toch? Volgens mij ook. Ook weer hier zie je twee C-moleculen. Ja, deze twee C-moleculen en die R-groep, daar gebeurt ook het een en ander mee, maar daar ga ik het niet over hebben. Die restgroep, waarin alle aminozuren van elkaar verschillen. Deze twee worden ook weer als acetyl hier in de citroenzuurcyclus ingebouwd. Houden we een aminogroep over, een NH2-groep, dat wordt ammonium en dat wordt omgezet in ureum. En dat gaat via je blaas, verlaat dat je lichaam. Dus eiwitten, vetten, suikers, alles wordt omgebouwd naar acetyl. En alles wordt door coenzym A in de citroenzuurcyclus ingebouwd. Het andere leuke is dat dit zijn natuurlijk allemaal pijlen die eigenlijk naar twee kanten werken. Dus jouw lichaam is fantastisch in staat om van een vetloos dieet, wat tegenwoordig natuurlijk heel hot is, om vooral geen vet te eten. Maar je ziet al wel, als die pijl, als ik die eigenlijk naar twee kanten maak, dan kan jouw lichaamscellen kunnen prima van suiker dit ombouwen naar acetyl en daar terug vet van maken. Ja, jouw lichaam kan hiervan van acetyl eiwitten maken enzovoort enzovoort. Dus van een vetvrij dieet kan je nog steeds moddervet worden. En jouw lichaamscellen kunnen dat kunstje fantastisch oplossen. En dat is toch een leuk idee als je weer eens een keer voor de keuze staat. Moet ik nou snoep kopen of moet ik nou chips kopen? Want het is hetzelfde hoeveelheid calorieën. Het maakt dus geen rol uit. Succes!